Hallo iedereen. Ik ben hier nog eventjes snel omdat ik nog een extra video wil opnemen. Omdat ik iets zag is gebeuren in het collectief binnen mannelijke energieën. En eigenlijk een bepaald patroon. Wat ik jullie zeker wil meegeven. Omdat wat ik zie gebeuren is dat wanneer de mannelijke energie geconfronteerd wordt met diepe emoties, wat ze eigenlijk van nature uit niet zo eenvoudig en moeiteloos mee kunnen omgaan als een vrouwelijke energie. Want een vrouwelijke energie is haar habitat, dat is haar natuurlijke flow. Dan gebeurt het, en ik heb het zelf ook ervaren in mijn connectie, en ook in mezelf, dus zowel in mezelf, met mijn mannelijke en mijn vrouwelijke energie, maar ook in mijn connectie met mijn tweelingvlam, die meer in de mannelijke energie, of meer de mannelijke energie van nature in zich draagt. Dat wanneer die geconfronteerd worden met diepe emoties, met emoties waar ze niet onmiddellijk die logische verklaring voor kunnen hebben, of niet onmiddellijk vanuit hun gedachten het kunnen gaan ompolen, dan hebben ze de neiging om eigenlijk hulp en begrip en vooral liefde en aandacht vanuit die vrouwelijke energie, om dat te gaan wegduwen. Dus dat daarom. Dacht ik van, ik ga dat niet meer wachten, maar ik ga dat zeker nu ook al een video over opnemen. Waarom? Omdat naar aanleiding van de eclips morgen, dus de nieuwe maan morgen, die sowieso die donkere energie is, die veel meer verbonden is met naar binnen gaan, met introspectie, met emoties. Dat ik merk dat heel veel mannelijke energieën daar heel hard door geconfronteerd worden en dat heel veel schaduwen nu net nog meer naar boven komen. Maar let dus op dat je vanuit dat niet goed weten en onbehulpzaam zijn in het omgaan met die emoties, dat je eigenlijk de andere die jou vooruit kan helpen, die jou kan leren om in te flowen in die emoties, om die niet weg te duwen. En dat is iets dat zowel mijn mannelijke energie of mijn mannelijke energie en mezelf moest ook leren. Dat het oké was om plots heel emotioneel te zijn en niet goed te weten, één, van waar dat vandaan komt. En twee, hoe moet ik er dan mee omgaan? Wat moet ik gaan doen? En omgekeerd ook in mijn connectie, waar ik dan ook naar mijn tweelingvlam heel open en eerlijk aangaf dat het oké was dat hij niet altijd even de krachtige en de sterk was of degene die zich sterk hield. We zijn tenslotte allemaal mensen met emoties en allemaal met die vrouwelijke kant ook in ons. Die emoties zijn ook die barometer om te vertellen waar dat we staan op ons pad, waar we staan in afstemming met onze wensen, met onze dromen, met onze ziel. Dus het is een belangrijke tool. Maar nu nog meer, zeker naar aanleiding van de donkere maan, komen al die stukken naar boven. Dus alsjeblieft, kijk gewoon eens voor jezelf. Hoe dat jij daarmee omgaat. Het is oké als je diepe emoties voelt en dat je dan inderdaad naar binnen gaat. Maar het is niet oké als je hulp van anderen volledig afwijst. Dus voel daar eens voor jezelf wat en hoe en waarom. Dat eigenlijk de reden is waarom je op een bepaalde manier reageert. Want dan ga je dan weer ook behulpzaam zijn om veel meer balans ook te creëren in je connectie. En ook in jezelf natuurlijk. Dus de mannelijke energieën zijn aan het leren om die emoties volledig toe te laten. En de vrouwelijke energieën zijn aan het leren om nog steeds vanuit liefde te communiceren. Maar ook tegelijkertijd nog een open hart te houden. Want wanneer dat de mannelijke energie natuurlijk niet die structuur kan aanbieden die normaal gezien wel is, is dat voor de vrouwelijke energie belangrijk om niet helemaal all over the place te zijn. Dus het is dubbel. Maar het zit ook weer heel veel mooie, belangrijke lessen in. Zo, ik had gezegd, het is een korte video, dus dat is de kern van het verhaal. Als je begeleiding en ondersteuning wenst in je eigen pad van bewustwording of in een tweelingvlamconnectie, weet dan dat er verschillende manieren zijn waarop je met mij kan samenwerken. De linkjes staan onderaan deze video en dan zien we bij elkaar in de volgende. Dag!